Handjes wassen. En dan ben ik helemaal klaar mee. Oh, oh shit! Nee! Nee! Knol power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ga iets nieuws introduceren. Wat ik vanaf nu elke dag eventjes snel voorbij laat komen in de intro van de vlog. En dat is namelijk dat ik elke dag iemand van Instagram pak, een foto die geplaatst is met de hashtag knolpowerkleding. En daarvan ga ik een foto gebruiken. Als jij dus daadwerkelijk een foto hebt met de hashtag knolpowerkleding en dan ook nog echt knolpowerkleding, of dat mag ook een popsocket zijn achter op je telefoon of een hoesje van sok, maar iets wat gehaald is op knolpower.nl, ga ik een shout-out geven. Dus één keer iemand per dag geef ik een shout-out in de vlog. De allereerste shout-out gaat naar deze toffe bazin. Die heeft een supermooi wit knolpower t-shirt aan. Dus dankjewel daarvoor. Vandaag staat er weer iets heel erg leuks op de planning. En dat ga ik niet alleen doen. Ik heb namelijk mijn grote vriend Joost. Yes. Joost, we gaan echt iets heel erg tofs doen. Maar we hebben beloofd gisteren dat we even de muur zouden laten zien. En er is wel duidelijk verschil. Kijk, zoals jullie zien, de enige ramen die ik heb zijn aan deze kant van het huis. Dus het licht moet van daar komen. Dus je ziet hier niet heel veel verschil. Maar hoe verder je daarin gaat, hoe meer verschil je ziet in de muur. En al helemaal omdat je daar zeg maar de witte muur ziet. Dus als ik dit doe, dan zie je wel echt duidelijk het verschil tussen deze twee muren. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. Ik was nog heel eventjes bang dat ik hier in de woonkamer allemaal sokkenpootjes zou zien onder de verf. Oh ja, ook echt. Dat was wel echt heel zuur geweest. Ik dacht echt, oké, sok die gaat spelen in die bak en dan gaat ze hier zo lopen en dan ook over de bank, weet je wel. Echt een beetje zo'n scenario dat zo'n kind met eten zit te spelen en dat zit te gooien rond de kamer. Of dat een kind inderdaad dus met verf of met de lippenstift van de moeder alles heeft ondergesmeerd. Je hebt wel eens van die filmpjes op internet. Kijk bijvoorbeeld maar naar deze. Did you find mommy's lipstick? I think you got well out of the lines, baby. Oh no, look at your hands. There's lipstick everywhere. Ik ben er helemaal klaar voor, mensen. Ik heb serieus de auto al vol zitten met de spullen die we mee moeten hebben. En er staat hier iemand buiten op ons te wachten. En ik ben zijn naam eerlijk gezegd eventjes vergeten. Dat komt omdat ik hem eigenlijk ook nog niet ken. Ik heb hem gisteren gezien. En hij rijdt nu voor ons. En we gaan hem achtervolgen. En hij neemt ons mee naar een geheime plek. Waar wij iets episch gaan doen. Wat zou het zijn? Ta-ta-ta-ta-ta. Daar gaan we. We volgen de dikke BMW. Dikke BMW, jongens. Dikke BMW. Als je het zo goed kan nadoen, heb je die video sowieso echt vaker dan één keer gezien. Ik heb hem ook wel nagedaan, stiekem. Dikke BMW. Ja, sommige van die video's kijk ik ook echt te vaak en dan kan je het op een gegeven moment te goed nadoen. Ja, zo van, jullie goed. Hebben allemaal een onvoldoende. Behalve jij. Ja. Die blijft gewoon leuk. Ah, het koelt, kan allemaal net. Alles goed? Ja, zeker. Nice. Zal ik hem maken van ons? Ja. Kijk eens aan, baas. Mooie auto. Hé, hey, dankjewel. Mooie fiets. Ja. Mooie fietstas ook. Volgens mij is dat de fiets als zijn moeder. Oké, we zijn de BMW kwijt omdat ik kwam iemand tegen en die deed zo. Van foto, foto. Dus prima, we hebben even snel een foto gemaakt, maar we zijn dus de BMW kwijt. Nou, dat was volgens mij, we denken dat hij Jacco heet. Dus dat was Jacco. Jacco. Jacco is nu al weg. Jacco! We denken dat hij helemaal daar vooraan staat. Is dat een BMW? Ja, volgens mij is dat een BMW. Oké, we hopen dat dat hem is. Anders rijden we gewoon helemaal verkeerd. Ja. Nee, dat is hem sowieso. We hebben twee dingen die in onze hoofdjes voorbij komen. En dat is één, hij heet helemaal geen Jacco. Of twee, we volgen gewoon een helemaal verkeerde BMW. En wel zo de politie. Ja. Wat is dit, hé? Dus zit iemand ons achtervolgen. Twee van die gekkies. Ja. Die schreeuwt de hele tijd uiteraan. Dikke BMW, dikke BMW! Jacco! Maar ligt het aan mij of is hij weg? Hij is weg. Oh mijn god, tijdens het praten zijn we gewoon niet gaan opletten. Volgens mij is hij ergens. Hij is weg? Hij is ergens hier in het bos gegaan. Nee, hij rijdt daar. Oh, hij rijdt echt snel, zeg. Hoe doet hij dat? Hij zat net nog een auto voor ons en nu zit hij in vier auto's. Je kan hem ook helemaal niet inhalen. Hoe doet hij dat? Gewoon via het gras. Ja. Kijk mee!
Oh mijn god, het is hem helemaal niet. Oh. Hallo? Oh, sorry, we hebben de verkeerde BMW gevolgd. Ja. Oh, sorry. En welke zijn verkeerd? Nou, we... we volgden een vriend van ons, die reed in een BMW om te gaan vissen. Dus we dachten, ja, we gaan hier vissen. Ja, super, dank u wel. Sorry voor eventueel... Oké, doeg. Tot ziens. Oh mijn god. Oh mijn god, het is nog echt zo. Dus ik dacht, we maken een grap, maar het is gewoon echt... Oh mijn god, we hebben serieus de hele tijd de verkeerde benen. Hoe is dit gebeurd en zo? Hij zat ook echt te kijken van, wat is dit? Hij keek ons uit, toen dacht ik, oh, hij dacht dat hij is pist gewoon. Oh mijn god, hij keek ook niet blij in eerste instantie. Maar hij is ook hier ingedraaid, omdat hij dacht van, ja, die gasten volgen ons of zo. Ja, het zag er niet uit dat hij hier moest zijn. Nee. Hij dacht gewoon, ik ga hier rechtsaf, want hier gaat niemand rechtsaf. En dan ga ik stoppen, want ik klop niet. Hij zat ook zo te kijken van... Wat doe je? Ja! Wat oh doe mijn je? God! Misschien hoe dan? Misschien dat hij daarom ook al eerder iemand ging inhalen. Omdat hij dacht, ik moet hier weg, ik moet hier weg. Maar ja, oh man. Wat? De enige manier hoe ik contact heb met die gozer is via Instagram DM. Hij zei, je kan me bellen. Dan kan ik eventueel locatie versturen via WhatsApp. Ik ga hem bellen, ja, ik ga hem bellen. Oh... Kijk, hoe heet die Jacco? Ja, heet Jacco. Oké, okay, chill. Hey Jacco. Yo, Jacco. Yo, met Enzo. Yo, maat. Yo, we hebben serieus de hele tijd de verkeerde BMW gevolgd. Oh, echt? Ja, die man die werd helemaal bang en die dacht, wat doen jullie? Ja. We zijn serieus helemaal gereden naar de McDonald's in Zeist. Weet niet. Neem meteen even een hamburgertje voor mee dan. Oh shit, ja, is goed. Heb je nog wat anders nodig? Milkshake of zo? Of cappuccino? Nee, of... Ja, ik maak een grapje waard. Hey, zou ik jou even een locatie doorsturen via WhatsApp? Dan, dan kun je het wel vinden, denk ik, toch? Ja, ja, tuurlijk. Ik kom eraan. Sorry, man, voor de vertraging. We waren helemaal in de war. Nee, maakt niet uit. Dat kan gebeuren, toch? Ik zie je zo verschijnen. Oké, okay, is een mooi verhaal, dit. Zie je zo, man. Jij ook. Ja, dat verzin je toch ook gewoon niet. Kan gebeuren. Dit is mij echt nog nooit gebeurd. Nee, dit is altijd zo'n scenario dat je denkt, haha, stel je voor. Ja. En het overkwam ons gewoon net. Oh, oh, oh. Maar ik heb uit respect voor die meneer niet vol zijn gezicht gefilmd. Nee. Want hij zat echt te kijken van... Ja, ik dacht hij wordt boos. Ja. Ik dacht echt, shit. Oh mijn god, maar nu vind ik wel dat wij echt even een hamburgertje moeten halen voor de Jacco. Ja. Want we zijn hierdoor gewoon bijna een half uur te laat. Ja. Oh mijn god. Oké, let's go. Zo, daar gaan we hoor mensen. Speciaal voor Jacco. Deze om, voor jou, Jacco. Ja, om onze excuses aan te bieden dat we gewoon zoveel later zijn. Even lekker hamburgertje halen. Het is serieus 11 uur in de ochtend. Waarom een hamburger? Hallo, mag ik een hamburger en een kleine cappuccino? Ja. Dat was hem. Als het goed is... Daar zit hij. Ja, 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 ja. Hij heeft gewoon ook een stoeltje meegenomen. Hij is een pro. Kijk, dit is de BMW Kijk. Die we eigenlijk moesten volgen. Ja, deze BMW is mooier. Ja. Kijk, daar zit hij. Oh, deze BMW moesten we dus volgen. Jongen, jongen, jongen. Even op parkeerstand. Zo. Oh mijn god. Nee, maar ik ben echt aan. Hoppakee. Zo, dames en heren, dit is Jacco. Ja, man. En Jacco, die kwam ik gisteren dus tegen. En jij zegt, dit is de spot om dikke karpers eruit te halen. Ja, in principe wel. Maar meestal vis ik wel in de avond. En nu zijn we best wel in de ochtend. Ja. Dus we moeten even kijken of ze nu ook bijten. Maar het is wel vroeg. Het is inderdaad in de ochtend, maar daarnaast, het is klein ook. Ja, daarom. En ik kan je wel wat foto's laten zien. Er zitten hier best wel veel karpers en ze bijten ook zeg maar op het brood. Ik heb al een paar broodstukjes erin gegooid. Oké. Okay. En kijken of ze happen. Ik heb ze nog niet zien happen. We zijn niet de enige. Ik zie daar ook vissers. Ja, die zien er wel professionele uit volgens mij. Maar... Ja, die hebben echt een dikke paraplu, lichtstoel, een soort minivakantie volgens mij. Maar ja, we kunnen wel even kijken natuurlijk of we wat kunnen vangen. Ik bedoel, nice. Dat is altijd mis. Ja, want ik zag ook aan de andere kant van de weg dat je een soort gelijk iets had. Ja, daar staat ook vissers. Klopt, maar dat is wat groter en daar zitten ook wat grotere karpers. Hier zit geen snoek of zo. Nee, want er zitten hier ook vorentjes. Ik denk dat dan die vorentjes heel snel opgegeten worden op een gegeven moment. Dus. Oké. Okay. Wil je eens kijken naar mijn spullen? Ik heb nieuwe spullen. Ja? Ik heb nieuwe spullen hier. Ja, ja, ja. Kijk eens even, ik heb mijn viskoffertje.
Hou eens even. Nou, let op hoor. Simsalabim. Boom. Kijk eens. Hoppa, dobbertje, schaartje. Als ik even niet weet hoe het moet, lees ik even boekie. Even boekie lezen. Ja, toch? Lachen man, ja, leuk. Nou, ik heb hier een paar vaste stokken. Ik heb 3 vaste stokken. Ik heb natuurlijk een netje voor die dikke knoepert. Ah, die moeten we uitpakken hoor. Vandaag. Kijk, hier had ik de vorige keer mee gevist, op snoek. Daar heb ik ook gewoon 2 keer beet mee gehad. Oh, hij zit nu even vast. Waar shit hoor. Bij het slot? Ja, gewoon bij water. Ja, ik heb geen idee. Ja, bij water, ja. Ja, toch? Ja, ik heb geen idee waar ik moet vissen, joh. Ik ga ook nooit alleen vissen. Dus net zoals nu vind ik het gewoon leuk dat jij zei van, joh, ik weet een goede plek. Want ik hou er niet van om alleen te vissen. Dat vind ik niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Is natuurlijk... Doe jij dat wel eens? Eigenlijk niet. Ja, ik heb het wel gedaan. Ik vond, toen ik het jonger was, vond ik vissen echt heel leuk. Toen ging ik ook gewoon s'avonds in mijn eentje ook wel even een hengeltje gooien. Even een hengeltje gooien, inderdaad. Nou, dat is beter dan op de straat hangen, toch? Ja, zeker. Zeker. Nee, maar gooien, nu, ja, ik weet niet, man. Ik hoop wel echt dat het gaat bijten. Ja, ik heb nog nooit in de ochtend gevist, dus dan moet ik even kijken of... Ik heb het net wel even op internet gekeken, zeg maar de tijdstippen dat ze bijten. Oké. Okay. En er staat dus dat ze in juli en augustus... Ja? Dat ze dan aan het grazen zijn, omdat ze zich aan het klaarmaken zijn voor de winter. Jacco was het, hè? Hey, thanks voor de burger, ja man. Ja, geniet ervan, super man. Super droog ook, ja. Laten we mijn hengel even ombouwen naar karper, want dit is dus voor snoek en dat zit hier niet. En dan gaan we even lekker voor karper vissen. Hij weet. Oh. Jammer. Oh mijn god, ik wil eigenlijk lachen, maar dat mag echt niet. Die kerel had beet en hij probeerde hem binnen te halen, dus schoot hij er vanaf. Jij zo, doep. Ja, dan mag je eigenlijk niet lachen, hè? Oh nee, dat is visserscode, hè? Ja, ja, ja. Maar dan ga je wel echt buiten. Ja. Als je netten aan hebt en dan dat het los doet. Ja, is dat echt... Ben je dan slecht als je, zeg nee, maar, nee, beet hebt? Nee, niet slecht, maar het is meer gewoon balen dat je hem naar binnen trekt, toch? Ja. Ja. Maar je zegt, ik moet een werphengel meenemen. Maar ik zie serieus dat jouw hengel hier ligt en jouw dobber daar. Ik wil niet veel zeggen, nee, maar je kan ook daar staan en daar... Het is meer omdat de vis te zwaar is voor een vaste stoel. Oh, dus dan kan je hem even verder laten zwemmen. Ja, precies. Je moet hier sowieso moet hier soms de lijn meetrekken om hem, zeg maar, echt moeite te krijgen voordat je hem het water uithoudt. Oké. Okay. Dus waarschijnlijk sporten langs de kant. Ja. Ik kom er nu wel achter dat ik één dingetje mis en dat is een stoeltje. Dat is wel echt... Daniel, je hebt me echt heel veel dingen gegeven, maar een stoeltje zat er niet bij. En dat is toch wel heel belangrijk, heb ik gemerkt. Nee, gekheid. Eigenlijk altijd als ik ga vissen, ben ik actief aan het vissen. Dus dan ben ik de hele tijd bezig aan het gooien. Dus dit is wel een ander soort vissen. Ik ben heel erg benieuwd of ik het leuk vind. Hangt eigenlijk vanaf... Oh, je dobber. Ja, hij ging onder. Je dobber ging onder. Oh, shit. Je ziet daar zo'n dobber. Als die onder gaat, dan zit er iemand aan te knagen. Maar jij hebt... Ja. Hij zit lekker zijn burgertje te eten. Lekker genieten. Oh, mijn god. Ja. Kom op. Ja. Oh. Heb je geen beet? Denk nu. Oh, wat heb je eraan? Een zinkend stukje brood? Echt een heel groot stuk brood, gewoon aan vastgemaakt. Ja, een heel groot stuk brood. Een stuk hamburger zo meteen eraan. Ja, laten we een stukje burger eraan doen. Misschien vind je het wel lekker, kijk. Ja, toch? Gewoon, Ah ja, dat is wel een dikke plakkaat. Een goede hop, maar dit hap ze in één keer weg. Echt? Zijn zulke grote karpers hier? Ze zitten wel groot, ja. Sick hoor. Oké, laten we mijn dobber klaarmaken, mijn hengel. Ik heb Jacco een hamburger gegeven. Ik krijg van hem een broodje terug om mee te vissen. Maar zoals jullie zagen, Jacco heeft echt een groot stuk brood eraan. Maar wij gaan het natuurlijk heel anders aanpakken. Wij doen echt een klein stukje. Echt een kleintje. Dat doen we mooi om de haak heen. Hiermee ga ik wat vangen. En ik heb een dobber, mensen. Ik heb gewoon een dobber nu. Ik heb hem serieus net ingegooid en die dobber ging al één keer helemaal onder. Echt? Ja, ik zie het. Oh, we gaan wat vangen, sowieso. We gaan wat vangen. Wel, goed gevoel, hoor. Ik weet waar ik hem nu neer moet leggen. The place to be. Ja, kom maar. Vol vertrouwen. Eigenlijk zeg je gewoon altijd, ik weet het. Dan weet je het eigenlijk helemaal niet, want ik zeg het gewoon. Een multitasker ben je ook, hè? Dino's vangen en vissen. Ja, ik heb zo'n spelletje en dan vang ik dino's. Een soort Pokémon Go, maar dan voor dino's. Nice.
ik dacht, ja, weet je, dit is wel een beetje met alle respect het saaie vissen. Ja, dan ga ik maar op mijn telefoon. Ik moet wel wat te doen hebben. Wel beet, Jacco? Oh, dit is een mooie hoor. Dit is een mooie. Oké, ik heb nu bewezen dat ik vissen kan vangen met alleen een haakje. Best knap. Ik moet nog laten zien dat ik het ook kan met dobber. Lijkt wel haast alsof dobber moeilijker is dan een haakje. Oké, andere tactiek. Gewoon knijters groot stuk brood eraan. Gewoon een hamburger. Ja. Let's go. Kijk, ik heb nu echt grote joekel. Wat? We gaan even naar een ander plekje toe. Goed bezig. Gaat het? Nou, hij ging één keer onder zo net. Maar toen had ik niks beet. Laten we hopen dat het straks wel zo is. Ik dacht, we hebben beet. Wat? Ja, we hadden ook beet. Je hengel vloog bijna het water in gewoon. Ah, het is al de tweede keer. Ja. Enzo, hier zit vis. Twee keer al, hè? Heb je beet? Bijna, zijn hengel vloog bijna het water in. We verliezen onze focus. Kom maar. Maar dat is juist denk ik hoe we gaan vangen. Ja. Als wij gewoon niet opletten, dan komen de vissen. Dan ineens, wow. Dan leidt ze. Heb je beet? Ja, dat is. Yes. Legend. Jacco, ik wou zeggen Jaapie, maar de Jacco. Maar hij heeft lekker gehad. Werd ook wel tijd hoor. Zo, maar echt. Is hij sterk? Ja. Heeft hij knolpower? Oh ja, die is best wel sterk, ja. Ja, dit is wel een karper. Lekker hoor. Oh, die is best wel sterk, ja. Wil je hem eerst moe laten worden? Ja man, want anders gaat hij op de kant spartelen. Lekker man, kijk eens even. Nou, is het leuk hoor. Nou, dat is wel een klein schattig karpertje, toch? Ja, toch? Kijk eens mensen. We hebben het gefixt. Heb je leuk gedaan? Nee, jij hebt het gefixt. Wij hebben het gefixt. Mijne gaat er ook in gevangen. Mijne ligt nog in het water, dus hopelijk heb ik straks ook beet. Maar goed. Dit is de eerste. Gaan we weer goud teruggooien? Ja. Daar gaat ie. Lekker. Lekker, Jacco. Dat was nummer 1. Komt door het hamburgertje. Ja, maar echt. Ik heb hier een heel klein stukje brood. En ik heb een heel klein haakje. Dus wat ik nu ga doen, is ik ga met twee hengels vissen. Dus ik heb nu mijn grote hengel. En ik heb hier nu een vaste stok. Kijk, dat is deze. Best wel lang ook. Hiermee ga ik nu ook vissen. Dan gaan we eens even kijken of we ook een kleintje eruit kunnen halen. Misschien hebben we daar meer kans op. Dan hebben we in ieder geval ook nog beet. Weet je wat geniaal is aan deze? Kijk, als we een vis hebben gevangen, kunnen we meteen kijken hoe lang die is. Hij staat gewoon op de hengel. Oh, wat ideaal. Ja, zie ik nu pas. Ja. Oh. Oh. Ik had wel beet. Ja, ik ga sowieso wat vangen. Maar echt, ik denk een heel kleintje. Ja! Dat werkt ook nog! Ik heb beet, ouwe. Maar het is echt ongemakkelijk hoe klein deze is. Dat ik een centimeter stok niet eens. Dit is zo ongemakkelijk. Jacco, kom kijken. Ik durf hem geen eens boven te halen. Je moet hem sowieso even meten. Je hebt de perfecte hengel. Hey, verschil moeten weten. Jacco Karper, ik en Guppy. Wat is dit? Oh, is dat... nee! Hij is nee. Oh. Hoe kan het water zo zijn? Gewoon. Hoezo doet het water mij dit aan? Jongen.
Nou, ik ga er nog eentje uithalen. Weer zo'n guppie. Dan heb ik in ieder geval iets gevangen. Dan kunnen we daarna heel snel weg hier. Ik vind het niet leuk. Jacco zegt wel dat je in de avond hier moet komen. Dat veel beter is. Als je inzoomt op de dobber, dan zie je hem ook gewoon naar beneden gaan. En dan trek ik eraan en hebben we beet. Vis? Ja. Ja, ik heb beet. Oh, dat gaat echt snel. Ja, we zien hoe klein die is. Ja. Ah. Hallo. Kijk. Zoals ik al zei, er moet een verschil zijn. Heerlijk. Oh yeah, maar ik ben blij, Jacco, ik ben blij. Goed zo, Enzo. Gewoon blij zijn. Man. Nou, dat was het alweer. Bye-bye. Zo. Nou, zoals jullie hebben gezien, een kleine vis vangen, dat is echt super makkelijk. Dat is echt gewoon een mini haakje met een mini broodje. En dan gaat die onder, trek je en dan heb je beet. 5 minuutjes. Ja, serieus, dit was 5 minuutjes met deze vaste hengel, dan heb je beet. Maar zo'n karper is toch wat anders. We kunnen wel even kijken. Als ik de timer zet. Die kerel heeft al 3-4 karpers eruit gehaald. Ik vind het echt heel irritant. Ja, ik ook. Ik vis het op het moment niet eens, maar ik vind het ook irritant. Oké, ik heb de timer op 15 minuten en dan gaan we kijken hoeveel kleine visjes we in 15 minuten eruit kunnen halen. Ja? Oh. Zat hij eraan? Oh, hij zat eraan. Ja, dat is 1. Ja, deze telt. Deze dat telt. Oké, hij is niet. Smooth, man. Wat is dat voor techniek? Dat is gaat snel, man, hè? Ja. Dat was de 1. Ah, kijk, nu kan je gewoon in één keer door. Ja, nu kan ik in één keer door. Ik vind als hij gewoon echt boven water is en we zien hem echt goed op beeld, dan telt hij gewoon. Ja, toch? Vind ik ook. Gewoon alsof het erbij hoort. Ik heb nu al meer vissen gevangen dan Jacco, hè? Ja, dat is 2. Kijk. Dit is gewoon echt een techniek, hè? Ja, dit is echt... dat is echt snel vissen, hè, dit? Dat is ook een wedstrijdje, ja, tegen jezelf, maar... Goed, hè? Nou, oké, daar heb ik mijn kontzak al in een stukje brood. Woppa. Ja, zag je hem? Ja, ik zag hem wel, ja. Gaan we die tellen? Ja, weet ik niet. Hij kwam wel boven water. Ja, dat klopt. Nou, dat is dan 3. Ja, dat is 4. Dat is 5. Dit is wel mooi hoor, deze. Zie je? Deze wil wel naar de kant toe. Heel mooi gehaakt weer. Hop, zo eruit en weer erin. Hoppa. Op naar nummer 6. Hoe lang heb ik nog? Ik heb nog 3 minuten, joh. Easy. Easy. Hoeveel vis had jij ook weer gevangen, Jacco? Dat is hetzelfde. Oh, dat ging wel helemaal onder, hè? Kom op. De finish. Kom op, de 6. Kom aan, Enzo. Focus. Ga onder, dobber, ga onder. Ja. Ja. Zag je dat, toch? Ja. Hij was even boven het water, hè, die vis. Ik denk dat de tijd elk moment kan gaan. Ik denk dat 7 niet meer gaat lukken. Maar ik heb... Ja, dat is de timer. Holy shit. 6 vissen, dames en heren, in een kwartier tijd. Ja, dat zijn allemaal kleintjes. Zoals je ziet, dat is niet zo heel erg moeilijk, die kleintjes. Ja, die grote karpjes zijn toch wel wat moeilijker te vangen. Ik denk al helemaal op zo'n plek als dit. Waar gewoon echt heel vaak mensen al komen om karpen te vissen. Dus die karpjes die zijn niet meer dom. Dus dat is gewoon moeilijker. Maar ik kan nog wel even een kleintje vangen voor de lol. Yep. Oh, dat doe je wel echt even voor de lol, hè? Ja, ja. Het ging echt snel inderdaad. Ja, het gaat zo snel met die kleintjes. Kijk eens even. Het gaat ook zo ongelooflijk snel. Niet normaal. Handjes wassen. En dan ben ik helemaal klaar mee. Oh shit! Nee! Nee! Wat was dat? Oh mijn god, kut! Wat was dat? Kut!
Is... al mijn bankpasjes, gast. Nee, serieus? Ja, serieus. Oh, kut. Hier een net, hè? Heb je een net? Oh mijn god. Oh mijn god. Echt hieronder? Ja, precies hieronder. Oh mijn god, gast. Al mijn pasjes. Nee. Ik leunde helemaal zo vloer voor mijn handen te wassen. Waar zit je dat vast? Haal de hengel even weg. Kut, gast. Gelukkig. Want ik had mijn telefoon eerst had ik hierin. Maar die had ik gelukkig hier zo. Ja, kijk. Hier mijn ID-kaart. Thanks. Hey, en zo knol. Dit is een vis op een andere manier. Oké. Okay, nou, wat ik nog nodig heb, is mijn rijbewijs. Maar waren het losse pasjes? Ja, allemaal los. Oh. Ja, mijn rijbewijs en mijn kentekenbewijs en mijn twee bankpasjes. Oh, kut. Oh, mijn god. Dat ga weer aan, wat boeien. Wat is dit? Wat is dit voor rare dag en zo? Jongen, dit verzin je toch niet? Al mijn bankpasjes en mijn ID-kaart erin. Gast, de stok breekt af. Ja, ik heb zelf ook nog een net in de auto. Doe je even kijken. Kijk, ik heb hier mijn eigen net. Deze is wel echt sterk, dit net. Hij is best groot. Kijk. Hey, dat is één. Hey. Ik heb met het net gevangen. Je sleutel, heb je een magneet bij je? Nee, ik heb geen magneet bij me. Ja. Oh shit. Nee. Had ik hem? Ja, je had hem, maar toen verloor je hem. Oké, maar ik weet waar hij is gevallen. Weet je wat? Oh shit. Ja! Ja! Yes! Hoppakee, dit was een goede schep. Oh, dit is een goede schep. Ik heb mijn bankpas en mijn kentekenbewijs. Oké, nu mis ik nog mijn rijbewijs. Ze zitten weer aan deze kant. Hier zo, denk ik. Ja, ze zitten hier een beetje. Oké, nu mis ik nog mijn rijbewijs. En mijn andere bankpas. Ik heb een zit er nou een vis in? Je meen je niet. Ik heb gewoon een vis gevangen. Acht vissen. Hoe groot is de kans, hè? Oh mijn god. Oh mijn god, wat is dat? Ik heb weer een vis gevangen. Oh, ik dacht dat het je sleutel was. En dan laat ik ook nog dit op mijn schoen vallen. Ja, dit gaat helemaal top, jongens. Nou, vis, durf rusten. Ja. De sleutel. Echt? Sleutel. Yes! Mijn huissleutel. Oh, yes! Je bent de beste. Oh, kerel. High five. Lekker. Bam. Oh my god. Ah, jongen. Oké. Wat er nu gaat gebeuren is dat ik heb gelukkig mijn huissleutels eruit. Super blij mee. Alleen mijn bankpasje die ligt nog wel in het water. We zijn hier echt al de hele ochtend en nu is het ook middag. Dus Jacco en Joost die blijven hier. Die proberen nog dat bankpasje eruit te halen. En tegelijkertijd zijn ze ook nog bezig met vissen op karpers. Dus hopelijk halen we nog wat uit het water. Jongen, dit is ook weer zoiets voor mij. Hè? Maar ik ga in ieder geval even eten halen, even lunch. Want we beginnen trek te krijgen. We geven namelijk die vissen genoeg eten, maar we moeten ook aan onszelf denken. Dus, ik heb hier lekkere broodjes naast mij staan die ik eventjes ga langsbrengen bij de jongens. En dan ben ik heel erg benieuwd of ze ondertussen al mijn bankpasje eruit hebben gehaald. Je deed je handen in de lucht. Mobiele telefoon, ja, vind je nog in de wagen. We hebben helemaal niks meer gevangen. Gast, waarom doe je dan je handen omhoog? We waren vooral blij dat je er weer was. Omdat ik eten bij me heb. Maar we hebben echt geen brood meer, dus we kunnen niet eens meer vissen. Oh, maar ik heb gewoon brood gekocht ook. Oh, echt? Oh, ja, om op te eten, maar kan je ook weer mee gaan vissen. Ja, jouw haakjes zijn nog wel een beetje brood, maar. Oké, cool. Nou, we hebben nog wel echt geprobeerd te vissen. We hebben elke haal nog gedaan, maar. Niks meer gevangen. Niks meer gevonden, nee. Alsjeblieft. Oh, wat echt. Lekker broodje. Help. Kijk eens aan. Thanks, amigo. Alsjeblieft. Hoppakee, even lekker smikkelen. We hebben de spullen weer opgeruimd. We zijn er klaar mee. Ja. Oh, wat een beleving, ja, hè. Wat? Echt, ja, dit is echt, hoe verzin je? Wat hebben we allemaal meegemaakt? Wat een avontuur. Maar, nu wil ik nog even deze man bedanken.
Dus ik heb zo net toen ik thuis was, heb ik even snel een cadeautje voor je ingepakt. Wat dan? Ja, want ik heb je net gebroken. Oh nee, joh, dat had helemaal niet gehoeven. En je hebt een mooie spot aan mij laten zien. Dus ja, ik dacht, moet je wel onthouden. Hoort er wel een cadeautje bij. Het is gewoon een kleinigheidje. Ah, lachen man. Ja toch? Nee, thanks. Alsjeblieft man. Leuk man. Jij bedankt. Dus ja, klein karpersetje. Top, die gaan we gebruiken. Voor de dikke knoepets. Moet je wel als je karpen vangen even mooie foto's maken? Ja, klopt. Alright, cool. Nice. Lekker man. Als hij wat vangt, gaan jullie het zien. Oh my god. Wow, de camera beslaat zelfs. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Jeetje mina. Heel erg chill. Joost, waar ben je? Je bent beslagen. Ik zie hier nog steeds niks, denk ik natuurlijk. Jawel, jawel. Het is nu weg, het is nu weg. We zijn met z'n tweeën eventjes naar een restaurant gegaan. En we zitten hier super chill. We hebben wat lekkers te drinken. Het is geen alcohol, het is 0.0. Er zit geen alcohol in. Zoals jullie weten, ik drink geen alcohol. Jij ook niet eigenlijk, hè? Nee, klopt. Nee, je drinkt ook geen alcohol. En jij hebt hier sushi blijkbaar. Ja. En ik heb hier iets van vlees. Ik heb gewoon allemaal dingen van vlees besteld. Ja, ik zag allemaal super lekker uit. Oh, en het ruikt ook zo lekker. Dus we gaan lekker eten. Tegelijkertijd zijn we aan het werk. Super nice. En we gaan straks... Oh, check buiten. Goeie timing. Het is helemaal nat buiten. We zijn hier toch inderdaad... Dit heb ik gemist. Ik ook. Ik kijk nu naar buiten. Alles is nat buiten. Het is even keihard geregend. Maar we gaan vanavond iets doen. Gast, dat wordt zo vet. Dat gaan jullie straks zien. Eerst gaan we nog even lekker eten. En we gaan niet alleen hiervan genieten. Oeh, saus. Maar we gaan ook hiervan genieten. Hey! Jullie ook hier? You're in danger. Hey, veel plezier bij de film, man. Wat? Veel plezier bij de film. Hey, mag je even in je auto en zo? Nee, ik ben sceptisch. Ik vertrouw mensen niet. Ga weg. Hey, hey, hey. Veel plezier bij de trampolinepark. Yo, thanks. Ciao. Ja, de kijkers wisten nog niet wat ze gingen doen, maar thanks voor het verklappen, hè. Jongen, wat een lul. Hey, veel plezier bij Lion King. Ik heb gehoord dat die ene, die lion, doodgaat. Ha, veel plezier. Nee, even zonder grap. Ik heb die film nog niet gezien. Nee, we gaan naar de film, dus ik heb geen idee wat er in die film gebeurt. Dus het is geen spoiler of zo, maar het moment was gewoon grappig. Hij denkt dat het echt is, hè, nu? Ja, hij baalt nu. Ik zie hem lopen met zo'n gezicht. Ja, hij denkt echt, bro, spoilers? Spoilers mag je echt nooit verklappen. Bro-code is dat. Dan ben je echt een klootzak. Ja. Dat mag je echt niet zeggen, spoilers. Dus gewoon, spoilers zijn voor de mensen die het niet weten. Het zijn gewoon dingen die gebeuren in een film die je nog niet hebt gezien. Dan geef je een spoiler weg, dat kan gewoon echt niet. Maar goed, ja, wij gaan dus naar een trampolinepark. Ik heb er wel heel veel zin in. Het wordt super episch, want de missie is om vanavond Joost een backflip te leren. Ja, leuk dat je het zegt, want ik heb dus altijd geschaatst. En met het schaatsen mocht ik nooit, zulke dingen doen als backflips leren. En risicovolle sports na schaatsen mocht je niet doen. Dat is hetzelfde als dat professionele voetballers van welke club dan ook in de eredivisie mogen dus niet, en dat staat in het contract, windsport doen. Ja. Dus die mogen niet snowboarden of skiën, omdat het te hoog risico is dat ze daardoor blessure krijgen. En dan worden ze natuurlijk wel doorbetaald, maar kunnen ze niet voetballen, dus dat is niet fijn voor het contract en voor de club. Ja, precies zo, ja. Ja. Dus ik heb altijd gezegd, het eerste wat ik wil doen als ik niet meer professioneel schaats, is een backflip leren. Ja, is het lekker man. Dus bij deze, ik zeg let's go. Ja, let's go. Dus sowieso, jij kan dat in één avond leren, 100%. Denk je? Ja, 100%. Backflip. Misschien niet stilstaand vanaf de grond, als het wel zo is, zwaar respect, want ik ben nog steeds daarmee aan het oefenen. Ja. Maar sowieso, sowieso een mooie rechte backflip op de trampoline. Ja. Die guys die daar die rondlopen, die gaan jou dat leren, sowieso. Oh, echt veel zin in. Yeah. Yeah. Daar zijn we, oh my god. Check deze Walhalla. Dit is sick, hè? Ja, de eerste keer dat Joost in een trampolinepark is. Ik kijk alleen maar zo vanavond. Hoe nice is dit? Proberen ze nou een band op te bouwen met elkaar of zo? Wat gebeurt hier?
Dat ga jij vandaag leren. Nee. Ja. No worries. No stress, geen druk of zo. Ja, geen druk of zo. Maar... Hé jongens, hoe is het leven? Ik deed het salto. Oh nee, je loopt geen stage meer, dus hoeft niet meer. Oh nee, en ik deed je salto. Dus oké, okay, Boas is erbij. Maar Boas, laat even jouw favoriete trucjes zien voor de kijkers. Ze hebben je gemist. Let's go, let's go, let's go, let's go. Damn. Dante is er ook bij. Dante, laat ook even jouw lievelingstrucje zien, als je die überhaupt hebt. Want het is moeilijk kiezen uit de 300 trucjes, snap ik. Oh, sick hoor. Hij eindigt met een bommetje. Nou, hier hebben we super opa. Super opa, super opa. Hoe is het, super opa? Ja, met super opa is het goed. Mooi. Maar dan vind ik het een beetje jammer, jongens, dat jullie met buitenschoenen binnenkomen. Oh, dat is... Een beetje jammer. Verschrikkelijk slecht. Dat kost twee appeltaartjes. Twee appeltaartjes? Twee appeltaartjes. Oké. Maar meneer... Ik kom het belofte na, dat weten we voor de volgende keer. En dan hebben we hier... Max. Peter. Peter. Laat ook even je trucje zien. Oké, leuk, leuk, leuk. We hebben Jendor, enkel blessure, maar hij heeft skitta. Dat bedoel ik, hij heeft skitta. En dan hebben we Enzo. Even schoentje uit, snel. Skitta. Knolpower. Ja, ja, ja. Zo, die was netjes, gek. Lekker. Oké, nu nog een keer, zonder handjes. De laatste keer dat ik een backflip deed was met jou. Ja, toen ging je net op je back. Maar nog één keer, even je handjes niet neerzetten, want hij was hoog genoeg. Ja, handjes is automatisme. Ja, is moet je even uitkrijgen. Nodig, ja. Ja, stop. Oh, ja, lekker, een push-up, was de bedoeling. Hé, en Joost? Ja, Joost, je blijft een beetje achter, hè? Kom. Jij kan de worm wel, toch? Oh! Wow! Wow. Ja, vandaag ga jij een backflip hier doen. Doe breken, ga je de worm? Ja. Maar dat zo. Ja, kan je dat? Sowieso. Je hebt te veel Magic Mike gekeken. Oh! Dat is de worm. Maar ik kan ook afgaan. Ik ben ook blij dat ik dat kan hoor. Ja. Maar ik wil dus heel graag het leger. Nou, dat komt goed. Boas, alsjeblieft, neem hem onder je vleugels. Ja. Joost heeft altijd op topniveau schaatsen gezeten. En daar is het gewoon een risico. Je mag geen andere topsporten doen. Dus hij mocht nooit... iets doen wat risico had voor het schaatsen. Ik heb nu al medelijden met je. Ja, dus hij is er niet vanaf, want je schaats nog steeds wel gewoon omdat het leuk is, maar... Ja, maar niet meer op professioneel niveau. Niet meer op professioneel niveau. Dus hij mag risico's nemen, dus... Nou, laten we naar de foam pit gaan. Even om risico's te vermijden eigenlijk, maar... Die backflip. Ja, en jij die vandaag inderdaad. Oké, laten we gaan. Knop open snel. Oh nee, wacht, deze is uitverkocht en deze bijna. Maar er staan ook nieuwe spullen op. Yeah, sokken. Yeah, onderbroek. Oh nee, bijna. Ja, wat het wel is, je moet altijd even kijken wat anderen doen. Ja, want Boas is ooit een keer geblesseerd geraakt en die heeft... Wat, had je iets gebroken of zo? Ja, dat was precies hier. Ik deed anderhalf... Ja, Bo, ik weet allemaal niet wat dat is. Door de midden, op vier plekken. Oké. Okay. Dat was ook precies hier. Dus en dan zie je er zo uit. Oh wacht, zal ik even een goede vriend zijn? Ja. Als echt een goede vriend, je hebt wat tussen je tanden van het eten nog. Okay. Als je een echte vriend bent, dan zeg je dat gewoon. Ja. Eigenlijk als je een echte vriend bent, dan doe je dat niet in de vlog, maar sorry. Oké, maar ik moet dus een frontflip doen gewoon. Ja, doe even wat je kan, dat je even weer gewend wordt. Doe even wat je kan. Nou, gewoon Joost zijn, gewoon een beetje... Oh, wat gaat dit hoog? Wat gaat dit hoog? Ja, dit is zo leuk om te zien, want zo kwam ik hier ook binnen, hè? Ik draai straks door daar. Nee, maar dat maakt niet uit. Je bent al doorgedraaid. Oké. Oh, die was best nice. Hij was ook netjes, maar met zijn armen zo. Ja. Techniek heb je al wel een beetje. Alleen je gewoon heel erg gewend raakt. En gelijk kan spotten, dat je weet waar je landt. En één ding, het ziet er altijd super makkelijk uit, maar het is niet altijd even makkelijk. Nee, het is helemaal niet makkelijk. Dus... Oei, joh, oei. Heb je hoofd op de rand? Ja, want ik ga veel te laag. Ja, je gaat heel erg laag. Oh, holy shit. Oei, joh, dat was echt sick. Oh mijn god. Joost, doe kalm aan. Dat was echt episch, jongen. En in slow motion, hoe klein beetje dat scheelde al.
varen niet raken daar aan de zijkant. Nee. Hey, ik ben bang dat ik dan zo en dan mijn gezicht zo op de mat zo. Ja, gebeurt vaak genoeg. De mat is daarvoor heb je mat. Okay. Ja, je wordt vanavond helemaal afgemat. Maar ik moet dus wat jij net deed van zo. Lach even, dat was best wel leuk. Oké, thanks. Gewoon hoofd te maken. Ja, beter. Heel netjes. Beter, beter. Ja. Nu jij en zo, dubbel. Oké, oké. Kamaigua. Oh. Hoppakee, in één keer. Ik denk dat als je even oefent dat je dat vandaag kan. Waren dat er twee? Ja. Nee, waren er vier. Wow, sick, dat is de first timer. Ja, dat is echt jouw trick geworden, hè? Wow. Ja, dit vind ik echt leuk. Hoe heet die ook weer? Gainer. Oh ja, Gainer. Yo. Oh. Je wilde ook dubbel doen, of niet? Nee, ik wou gewoon zo hard mogelijk draaien. Ja. Weet je wat het is met Joost? Hij is echt eigenlijk de definitie van Skitta Komitta. Oké, wacht, maar dan gaan we even hierheen. Joost, kom even naar deze trampoline. Hier is het net iets zachter. Als je doet wat je net deed, heb je nu, zeg maar, dan zou je doen wat Enzo net deed. Dat was gewoon een dubbelfront, ja. Zorg dat je kin het op je borst zit. En je knieën niet naar, zeg maar, hier komen, maar naar de zijkant gaan. Ja, dus naar je schouders toe. Want anders kan je ze met je neus op je knie knallen. Hij doet gewoon een dubbele frontflip. Joost, ga naar huis. Je bent klaar voor vanavond. Wat? Hij is gewoon al die risico's die de jaren niet mogen nemen in één keer gewoon eruit. Maar ik zei ook, die gast is definitie van Skitta Komitta. Hij heeft zijn hele leven zich in moeten houden voor het professioneel schaatsen. Hij mocht nooit iets, nu mag hij alles, hij doet alles. Je denkt dat je gewoon een backflip kan doen? Ik denk het wel, maar het gaat sowieso scheef. Nou, dat laat zien. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik geloof hem ook gewoon, dat is nog een probleem. Misschien hoor. Oh, hij deed gewoon een backflip. Deed hij een backflip? Ja. Hij deed hem naar zijn rug, waar jij ze maar 4 weken over hebt gedaan. Shiba zegt ik wil het zien. Dus. Oké, okay, nog een keer. Maar dat ging wel hard, joh. Ja, daarom, ik zei al, Joost die durft alles. Het is echt niet normaal, gek. Ging hij niet scheef of zo? Nee, hij was best wel recht. Je moet alleen even controle leren krijgen, maar dat is gewoon heel vaak doen. Dit is echt niet goed voor mezelf trouwens. Ik heb gewoon maanden en hij gewoon in één avond gewoon... Gast, we zijn nog 10 minuten. Ja. Het is ook gewoon met iedereen die je meeneemt, hè? Ja, iedereen die ik meeneem is beter dan ik. Ja. Het is gewoon triest dit. Maar daar neem ik ook nieuwe mensen mee, dat je altijd wel iets beter blijft. Joost, wat ga je nog meer leren doen? Weet je wat ik echt niet kan? Ik kan echt niet voetballen. Ja, maar ik heb het over hier. Is er anders met zo'n grote bal voetballen? Ja. Dat kan ik echt niet. Ja, we zijn hier ook niet om te voetballen. Wat kan ik nog meer leren? Ofzo? En gainer. Dat is wacht, hier. Wat ik kan. Oké, nu gaat Boas iets laten zien. Dit kan Enzo namelijk ook niet. Een halve draai. Dit kan Enzo namelijk ook niet. Nee. Oh, ik had het niet op film, sorry. Wat was het? Dat kan hij wel. Een halve draai. Zo. Oh ja, als ik dat doe, dan lig ik gewoon met mijn dikke teen in mijn mond. Ja, je mag het proberen voor mij, maar je gaat heel raar een draai maken, dat weet ik zeker. Denk jij dat hij hem in één keer gaat doen? Ik denk sowieso dat hij hem in één keer durft. Het gaat hem lukken, oké, Joost. Ik ga hem wel doen, maar of het goed gaat, dat is de vraag. Dat is de vraag. Kijk, Joost durft alles, maar of het goed gaat, is de vraag. Ik gok dat hij op zijn rug landt. Jij gokt dat hij op zijn rug landt? Of wij draaien te ver door? Zoals met die back. Ik gok dat hij met zijn gezicht onze kant op landt, zodat wij gewoon vol zijn face zien, zo van... Of hij valt door naar achter. Yo, zet hem op en niet iets doen wat je niet wil. Nee, joh. Boas, die zei, doe het rustig aan, doe hem eerst naar de mat. Wat doet Joost meteen op de trampoline? Hij doet het al wel. Doet het zijn rug. Wat is dit, jongen? Deze guy. Oh, bijna. Oh, cool is dit. Deze guy, geef hem een paar weken. Hij is beter dan Dante. Ja, Dante, laat heel even zien
wat hij kan bereiken in een paar weken. Laat me even zien waar jij jaren op hebt geoefend. Nee, maar even serieus, Dante. Wil je wat leuke dingen laten zien? Oké, okay, Joost, goed opletten. Let's go, Dante, let's go. Oei, joh! Ik ben helemaal duizelig, man. Maar ik bedoelde eigenlijk, wil je een paar sikke dingen laten zien hier op de trampo? Oh, Joost gaat ook zijn camera pakken. Naar de prullenmand, naar de ballenbak, naar de lokkenbak. Ik kwam even niet op de naam. En daarna wil ik de gain eigenlijk doen vanaf daarboven. Ik heb hem eerder vanaf daarboven gedaan. En dat was echt een fucking vet gevoel. Alleen mijn vraag is, wie doet de gainer met mij mee vanaf daarboven? Oh ja. Oké, okay, Bas doet mee, Jendor? Yes. Oké, okay, Peter? Ik kijk wel. Hij kijkt. Dante? Hij gaat met z'n vieren. Oké, we gaan naar boven. Oh, dat is de enige manier naar boven is springen? Ja. Oh, oké. Ik kan ook via hier lopen. Ik kan via daar lopen, maar dat is niet leuk. Dus dat is niet cool. Ja, oké, okay, snap ik. Gewoon een paar Spider-Man, Spider-Man, Spider-Dos, wat is Spider-Can? Gewoon even hoog genoeg. Oké. Hoppa. Ik ga allemaal boven elkaar. Ik ga laten. Woe! Het is echt lekker hoor. Het is echt lekker. Ja, inderdaad. Oké, okay, nu Peter gaat het voor de eerste keer doen. Ja, het is voor de eerste keer zo eng, hè. Ik wil aan de volgende keer, als jij gewoon weg doet, doe dit. En dan laat je op het trampoline. Ja, het is serieus echt eng voor de eerste keer, dus respect dat je het überhaupt wil proberen. En dat ook nog voor alle kijkers. Ja. Ik kan het. Oh, hij neemt ook voor de eerste keer. Echt? Ja, ja, dat was jouw eerste keer? Hij neemt voor de eerste keer. Wow. Ja, allemaal. Oh, oh boah, zo. Weet je sketchy dit is. Oh, kijk, jij brengt gewoon nieuwe dingen hier. Ja. Nee, dat is even kijken hoe die erop komt. Oh, oh. Hey, hoppakee. Ik dacht, dit wordt echt shit, maar ik ben er. Hoi. Hoi. En, vind je het hoog? Dit is echt heel hoog, hè. Oké, okay, ga maar op het randje staan, hè. Ja, als je op het randje gaat staan, dan ga je niet duwen, serieus niet. Maar ga maar op het randje staan. Dat, als je hier zo gaat staan en dan beseffende dat je nou... Wow, yo, holy shit, zag je dat? Dat houtstukje bewoog in één keer. Maar als je dan hier staat en dan in één keer beseft van... Oké, okay, je gaat hier vooruit springen en dan een salto achterover. Zo'n gainer dus, dat is echt super eng. Ga er maar even staan. Ja. Ja, maar het kan zijn dat je het echt mega eng vindt. Vind je het eng? Ik vind het best wel... Ja, ik vind het echt wel hoog. Ja. Maar je kan wel als je wil, als je dat durft, kan je gewoon zo springen. Het klinkt niet alleen alsof het pijn doet, maar het doet ook een beetje pijn. Je hoort echt zo... Als hij opstaat en hij draait zich om, zie je een hele rode rug. Nee hoor, ik voel helemaal... Ja, zie je, zie je! Ja, je ziet echt een rood... Er zijn ook mensen die van daarboven springen. Ja, zoals Jendor. Hij klimt serieus... Oh, dat mogen we niet te hard zeggen. Hij klimt serieus daarop en hij springt daarvan af. Ja, serieus, deze guy is crazy. This Russian guy is a crazy man. Nu mag het niet, want nu is super opa erbij. Oh, ja. Dus we eigenlijk, nee, dat was gewoon geëdit, hè? Weet je, het is gewoon Photoshop daarboven. Dus helemaal... Nee, maar echt serieus, hij gaat er staan en in één keer sprong die, dat was echt zo eng. Tenminste, ik vond het eng voor hem. Ja, dat geloof ik, ja. Maar dit is echt, dat heb je misschien door de camera niet door, maar dit is echt heel hoog. Ja, lijp. Oké, zal ik hem nog een keertje doen? Jongen, hoe kom ik weer naar beneden? Springen. Joost die moet nu nog naar beneden, maar ik zei spring. En hij zei, ja, maar dan moet ik wel iets doen, toch? Ja. Lijkt me niet heel handig, maar... Ik ga gewoon dan zo, denk ik. Sick.
Het shirt is uit. Dat betekent... Je springt 10 keer, je bent kapot. Maar dat betekent wat? Het shirt uit betekent gewoon gek gaan, toch? Shirt uit is draaien. Ja. Shirt uit is draaien. Hier. Wat zei ik? Je staat gewoon... Ja, weet je wat ik heel graag wil weer? Dat was eigenlijk mijn opdracht van vanavond. Ja. Een Arabier backflip. Dante, wil je me helpen? It feels nice. Easy. Hey, show your Arabier. Ja. Ja. Heb je al. Dat is mijn. Ja, de Arabier is er beter voor. Het was echt... Dat was het. Ja. Dat zo begon als ik, een hè? Soort chimpansee zo. Maar serieus, het is niet ergens mensen je uitlachen. Zo begon ik met Arabier. Dat ja, is dat is wel zo inderdaad. Dat weet ik wel. Dat is wel lang geleden. Nu doe ik dit. Ja, ja, het is nog niet helemaal perfect. Maar hey, ik ben ook maar een vlogger. Dus Harry die klap krijgt en zo. Ja. Hij lacht meteen nagels uit. Hey, ze zijn nog wel netjes, hè? Ja, ze zijn nog wel mooi. Ja. Hey, man, kan menig vrouw niet tegenop, hoor. Nee, maar het is hard. Mijn afsprong is zo... Ga je hoger. Oké. Okay. You hoorde de man. Precies, oké. Oh, ja. Wauw. Okay, zal ik de scheet nu laten hier of tijdens dat ik hem doe? Ja, bij mij gebeurt dat al als je hier bent, zo. Ja. En dan raak je sowieso in de lach. Ja, dus ik heb het nu al gedaan. Oké. Okay. Oh. Oh, god. Poging 2. Hoor, om even in te zetten. Oh, fuck. En dan moet ik het doen. Dan moet ik... Ja. Het is een soort van, maar dan achter elkaar nu nog. Ja. Ik weet niet of die goed was, maar... Ik weet ook niet wat ik doe. Ik ben zenuwachtig. Oké. Ja, snap ik. Dante? Ja. Gast, echt easy gewoon. Lekker man. Holy lekker. Shit. Lekker. Oh, lekker. Lekker man. Dit heb je gewoon. Nou, lekker. Ik ben niet meer nodig. Ja. Ik ga naar je kijken. Ja. We hebben een nieuwe challenge die we allebei gaan proberen. Oh. Dit, dames en heren, dit is de schommeltrick. Let op, hè, dit is echt vet. Wee. Dit is echt heel vet. Sick. Wow. Huh? Nee, hè? Hè? Geniaal, toch? Het is echt de makkelijkste salte die je maar kan bedenken. Oh, oké. Okay. Volgens mij best eng om te maken. Ja, maar het is eigenlijk alleen maar je hoofd. Naar achter houden, dan kan je de grond al zien en dan breng je als het ware alleen je voeten. Maar dat is het gevaarlijkste, ja. Dat is het engste, zeg maar. Ja, en je moet hem loslaten met jou. Ja. Ja, op een gegeven moment ben je dus ver genoeg en dan denk je, nou, ik laat wel los. Of zo, denk ik. Hoe voelt dit nou? Dit voelt super eng. Interview, Enzo, hoe voelt het nou? Dit voelt mega eng. Oh. Kan je niet vertellen wat er door me heen gaat? Nee, dat snap ik. Op een schommel. Moet ik het inzetten? Ja. Jij helpt mij? Ik help jou. Oké. Okay. Tel maar af. Continu. Oké. Okay. Yes. Ik had alleen los moeten laten, want mijn handen branden een beetje. Van het touw. Zijfels. Maar hey, ik deed hem in één keer. Ja. Lekker gast. Oké. Okay. Oké, okay, Joost, ga jij hem proberen? Ik denk het. Ik ben gechallenged. Dus. Ja, dat moet je wel, hè? Je bent gechallenged, dat is wel leuk eigenlijk. Ja. Wow, yo, hij doet het nu al bijna. Ik heb het mezelf aangeleerd. Gewoon door eerst stil te hangen en dan gewoon achterover te gooien. Echt? Ja.
Hij zit gewoon weer. Hij geeft ook helemaal niet aan. Ik ga hem nu doen of zo. Hij doet hem gewoon. Ik doe hem gewoon weer. Jongens, what the fuck. Is hoger. Dan voelt hij lekkerder. Want dan, dan maakt hij een dubbele. Ja, dus doe nu eens. Hey, doe, Joost, schommel iets harder. Doe hem en hang daar weer aan. Oh, ja, even door naar helemaal daar omhoog. Ja, dan ga je door naar die andere en die andere en die andere. Oké, iets hoger en dan helemaal nice. Oh, ik had wel los moeten laten, want mijn handen branden een beetje. Oké, nice, let's go. Ja, sick hoor, super clean. Ja, cool. Ja, nice. Oh mijn god. Ik weet serieus waarom het je allemaal lukt. Yeah, baby. Ik heb die power. Dank je, ik heb het nieuws geleerd. Laat zien, jongen. Hoei. Oh, ik ga het niet meer doen. Ik blijf dat touw vasthouden. Ik heb allemaal vellen eraf. Dat is echt naar. Ik kap ermee. Ik kap ermee. Ik trill ook een beetje volgens mij. Ja, dat doe ik echt zelf. Ja. Ik hou vast omdat ik het eng vind. Ja. Dante kan het niet. Ja, oh, als jij dit niet kan, Dante. Dat is echt iets voor Dante. Dat hij de ziekste shit doet. Ja. Waar hij echt drie keer fout zijn nek kan breken. En dan een schommeltje. Zie, ja, hij vindt het echt eng. Let's go, Dante. Als ik hem harder inzet, dan doe ik gewoon een vierdubbele, dan voel ik me veiliger. Ja. Ja. Zo vond ik het wel, hè? Dat is het, ja. Een normale salto vind ik moeilijk, maar dat is wel erg. Drie keer, ja, voelt me wel fijner. Het is comfortabeler. Easy. Ja, nou, easy. Nou, Engels, nee. Ah, hij is ook niet heel chill inderdaad, nee, maar het ziet er wel leuk uit. Ja, dat wel. Stel voor je ziet een paar kleine kinderen schommelen en je gaat ernaast staan en je doet dit en je loopt daarna weg. Goed. Ja, dan voel je wel de baas op de kinderspeeltuin hoor. Ja. Dames en heren, let op wat Joost in 2 minuten heeft geleerd. Durf je hem al alleen of niet? Ja, oké. Ja? Wat vet is dit, hè? Dit is toch ziek? Ja, nou, dit weet ik niet hoor. Als dit lijn vanavond. Naast die backflip, nog nooit een andere backflip. Nee. Dat mocht je nooit van zijn schaatsen. Dat is te veel risico. Hoe kan dit? Ja, dit is toch bizar? Toch eerlijk, ik oefen 9 jaar, 8 jaar. Nog één keer. Ja. Boas, ik kan een tutje. Dit? Hoe doet hij dit? Ik was 5 minuten weg. Dit is toch ziek? Volgende keer. Dit is toch ziek, hé? Kijk hoe hoog die keer. Ja, jongen, dit is. Ik denk dat we een nieuw lid erbij hebben. Bij ja, ik kom je elke dag. Ik vind het zo vet. En ik kan nu de Arabier backflip. Echt, laat zien. En ik ben nu aan het oefenen voor Arabier backflip, als dat bestaat. Ja, dat bestaat, dus ik kan nu bestaan. Oké, nice. Die kan je ook wel doordoen. Ja, echt best wel easy, toch? Je moet iets meer op je hakken landen. Net iets verder als op je dorp. Ja, ik landde 1 keer zo net met deze zo en die zo. Jij nog steeds een nagel zo. Oeh, dat is scheef. Wow. Dit was de beste, de meest scheve. Ja. Nou, later man. Vangbal. Ja, die ga ik ook nu vanaf nu gewoon. Ja. Prima was. Ja? Het is ook leuk om een arm op je bek knippen en dan daarna te landen in de bubbelbad. In de bubbelbad? In de bakkenbak. In de bakkenbak. Dat kan toch? Gewoon een arm op je bek knippen en dan in de box landen. Joost, wat gaat hier gebeuren? Ik ga een backflip doen. Ik ben van de trampoline naar de airtrack, naar de, hoe heet dat? De vloer. De vloer. Naar hier en nu met schoenen. En het doel is het beton een backflip. Oké, dus je gaat nu met je schoenen op deze mat? Ja. Oké, laten we dat eerst doen. Echt sick hoor, dat heb ik nog niet eens gedaan. Maar je kan het easy. Oh, ik vind het spannend met schoenen. Okay. Ik vind het spannend met schoenen. Logisch. Ja, easy. Nog 1 keertje zonder. Nog een keer. Focus. Ziet er al wel netjes uit. Duizelig dus? Ja, je wordt ook duizelig. Te vaak achter elkaar. Na 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 na. Na 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 na.
Weet je wat echt sick is trouwens? Dante en ik die waren handstand aan het oefenen. De vorige keer, want Dante kan echt een ziek lange handstand. Hoe lang kan je als je wil? 5 minuten of zo? Nou, dat hoef ik niet 2 minuten of zo. Nou, wel echt lang. Hij kan echt ziek lange handstand. En dat probeerde ik de vorige keer ook. Maar dat lukte me echt 3 seconden. Maar ik heb geoefend en let op straks. Echt, ik ben er echt heel erg blij mee. Ik boek vooruitgang in verschillende categorieën, zeg maar. Maar eerst Joost nog op beton. Ik ga eerst één keer een wedstrijdje handstand. Als Dante niet meedoet, wil ik best. Ja. Lekker, gast! Hij zat ook gewoon vol agressie, krachtpaal. Je was gewoon boos, je dacht nu moet ik het doen. Ja, ja sowieso. Oké, waar ga ik het nu doen? Hier? Hier. Op de beton. Dit harder dan dit kan niet, mensen. Ja, jullie weten hoe hard beton is. Maar hier heb je geen afveer, je hebt geen steun, je hebt geen vering. Het is gewoon hard beton. Kan niet fout gaan. Kan niet fout gaan. Ik heb geen idee wat daar gebeurt, maar... Je kon ook vragen of ik hem even wilde uitklappen, maar... Oké, Joost, laat je niet afleiden. Focus. Ja, wacht, even focus hoor. En die ene pushver was lekker, zo... Huh? Want dan heb je even de druk, zo poef! Oh! Wow! Ik ging nog veel harder. Sick hoor! Je zet hem zo ziek in, echt respect. Die benen, ik wil ook die benen hebben. Ja, niet normaal. Hij is gewoon Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Oké. Okay. Ik ben een beetje bang. Jij kan dit. Ja. Ziek. Ziek. Echt, wil niet weten hoe lang ik dit al wil. Lekker, gast. Echt. Vangbal. Vangbal. Oh, bedankt dat je me hebt meegenomen, man. Ja, tuurlijk, echt jongen. Een droom, gewoon. Bedankt hun maar voor de hulp. Ja, echt, jongens. Ja. En nu gaan we allemaal schaatsen, ja. In plaats van... Inderdaad. Want Joost is een schaatser. Nu is het goeie benen. Maar Enzo maakt ook progressie. Kunnen ze gewoon? Oh. Ik kan het langer. Ik voel me. Doet hij hem nou nog steeds? Ja. Wedstrijdje. Maar Enzo, je moet gewoon even je armen... Je moet gewoon... Ik mag hem steeds minder. Oh, ik ga af. Je moet gewoon je armen iets dichter bij elkaar doen, dan kan je hem ook zo lang. Ja. Gewoon ongeveer op schouderbreedte. Ja, zo ja. Dat kan ook. Wat deed je? Deze gast, jongen. Kijk wat hij doet. Deze gast, jongen. Oh, weet je wat ik heb geleerd? Kippen. Kan je dat? Kippen. Ja, ja, ja. Doe het. Ah, gebruik je arm alleen. Nou, nu komt het in één keer hoor. Oh. Oké, 2 keer dan. Ja! Maar daar ben ik echt blij mee, want het ziet er wel cool uit. Ja, dat is echt cool. Dat valt in de sportschool. Ja, je doet dat. Dat is wel sick. Ja, jij doet hem wat hoger, ik kan nog niet zo hoog, maar wel heel goed weglopen. Ja. Ja, dan heb je deze. heel cool weglopen. Ja. Later, guys! Wat ga je doen? Zullen we zo even hier. Oh, sick, dat is wel vet. Ja, ik kan hem sowieso beter. Oei, ja, dat is echt sick. Ja, maar weet je wat het is, Joost, met die gasten? Dan laat ik iets zien en dan doen we het 2 keer zo goed. Even in de disco, weet je? Doe je een beetje zo? Ja, maar daar ligt sowieso goed. Even in een disco. Oh, ja. En bier. Ik ben Boehams en ik hoor van disco. Disco. Dat kennen ze niet, nee. Wat geleden is dat? Is van vroeger. Even, ja, even, dat is voor de power, hè? Zo. Hoi, joh. Hij was wel langer al. Hij was wel lang. Ja, toch? Maar het is wel echt leuk om zo te trainen en vooruitgang te zien. Dus hopelijk heeft het ook sommigen van jullie gemotiveerd. Dante, wil jij nog 1 ding voor me doen voordat ik wegga? Die ene. Wacht, Joost, let op. Dit is zo grappig. Dit is echt geniaal. Let op. Die is zo geniaal, jongen. Oké, jongens. Wedstrijdje handstand. Ja, 3, 2, 1.
kut! Lekker joh! Zo dames en heren, wij zijn weer thuis gekomen en we willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar de vlog tot zover, helemaal het einde. Jullie zijn super grote bazen. Blauw duimpje omhoog voor jullie. Ik zou zeggen, ben je toevallig nog niet geabonneerd, doe dat dan eventjes hier beneden. Het is gratis. Ik check jullie bazen morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Zware respect en een blauw duimpje omhoog voor Joost. Echt serieus, sick gedaan man. Echt een droom. Echt heel erg sick. Bedankt allemaal voor het kijken nogmaals. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace! Knol Power!